Het Green by Choice, Green by Design project is een project in de topsector energie, waarin verschillende partijen samenkomen, kennisinstellingen zoals universiteit, bedrijven, bedrijfnetwerken, brancheorganisaties, consultants, die samen een antwoord zoeken op maatschappelijk relevante vragen of economisch relevante vragen. En in het geval van Green by Choice, Green by Design is de centrale vraag binnen de procestechnologische apparatuur waarom bij de aanschaf van dergelijke apparatuur soms besparingen, energiebesparingen blijven liggen die wel technisch realiseerbaar zijn en die ook economisch haalbaar zijn. Dus het is bijzonder dat soms technisch zaken mogelijk zijn, ze niet duurder hoeven te zijn, ze energie kunnen besparen en het op een of andere manier toch niet gebeurt. Dat is intrigerend. Wat is vastgesteld is dat 30-50% van potentiële energiebesparingen blijft liggen. En dat is dus waar wij verder op in zullen zoomen. Van waar zit dat dan in het proces dat dit gebeurt? En wat is de reden dat bedrijven daar toch voor kiezen? Wat is het doel ten opzichte van de meewerkende bedrijven? Het project zal zich dus zal een aantal cases onderzoeken bij bedrijven waarin echt wordt gekeken binnen die bedrijven. Hoe is een beslissing genomen? Hoe is het beslissingsproces gegaan bij de aanschaf van bepaalde technologieën? En die bedrijven hebben dus een reflectie op interne processen. En daar zijn extern mensen met technologische achtergrond bij betrokken. Mensen met een psychologische achtergrond, met een inkoopachtergrond. Dus dat geeft een heel mooie reflectie eigenlijk op interne processen. Daarnaast zijn ze ook onderdeel van de oplossing. Het project beoogt om een methodiek te ontwikkelen voor bedrijven. Dus niet alleen om theoretische inzichten te ontwikkelen, maar ook die echt om te zetten in een methodiek die bedrijven kunnen gebruiken als ze uiteindelijk door investeringsbeslissingen gaan. En ja, die methodiek is door hun sterke betrokkenheid natuurlijk al een stuk meer geïnternaliseerd dan wanneer je dat van buiten meekrijgt. Als die methodiek en die doelen bereikt zijn, dan is het geslaagd voor de bedrijven. Wanneer is het project voor jou geslaagd? De methodiek is zeker een onderdeel van het slagen van het project. Maar daarnaast is het ook heel belangrijk dat het niet bij een methodiek in de kast blijft, maar dat die ook echt richting bedrijfsleven gaat en richting de partijen die er wat aan hebben. En dat die ook echt gebruikt gaat worden. En wij hopen begin 2016 dit alles afgerond te hebben. Maar dan niet alleen een papieren oplossing te hebben, een methodiek, maar ook echt, en daar werken we nu al aan, dit in de samenleving te hebben verspreid.